Oh, wat? Are you for real? Het is een tissue. Ugh. Het is weer tijd om post te openen. Mijn naam is Don overigens. Leuk dat je weer kijkt. En mocht het je eerste keer zijn, hey, ik ben Don. Aangenaam kennis te maken. Wij gaan, je zag het lampje volgens mij uitgaan. We gaan even wat fanmail openen. Het zit toevallig in deze tas. Kijk maar, hier. Het bewijsmateriaal. Het is een klein beetje. Een klein beetje van de rest. Dit is gewoon een postkaartje met... K, ik ben een mail. Onder andere staat erop. En swag en lelijke kaart. Hè? Mail. Voor Don en Daphne. Oké, ik ga eens even oplezen. Hallo Don en Daphne. Dit is fanmail of tijdverspilling. Hopelijk kom ik in de video. Ga zo door. Je hebt al 200.000 abonnees. Daar ben ik er één van. Groeten uit Almelo. En van mij, Luc. Op je muil, gauw. Dankjewel, Luc. Tot de redding. Hij is er. Kan ik eigenlijk even normaal brieven openen in plaats van dat ik mijn vinger moet beschadigen. Kijk, dit is een geinig briefje. Er zit overal tape. Ga ik bij de mail. Lieve Don, je kanaal is echt superleuk. Vooral je Sims is echt heel leuk. Ik kijk nu ook je Sims serie. Ik kom ook naar de Dutch YouTube Gathering. Tot dan, doe de groeten aan Milan, Jill, Daphne en Enzo als hij er is. Doei doei, groetjes uit Friesland. Fenna van der Woude. Fenna, dankjewel voor je geinige briefje. Ja, we zijn inmiddels alweer een hele tijd verder, maar ja. Dat krijg je als je maar fanmail eens in de zoveel tijd opent en er is gewoon een hele scheidlading, dan... Dus op die manier, dankjewel. Ik heb hier een klein briefje. Kijk bij de mail. Don, ik vind je video's heel leuk. Ik vind vooral Minecraft Hunger Games... Oké, er is geen vervolg van het zinnetje. Groetjes, Sovian, PS, sorry voor het lelijk hand... Of sorry voor het lelijk geschrift. Het handschrift. Of is het geschrift? Is er, kan dat geschrift? Want volgens mij is het gewoon handschrift. Dankjewel, Sovian, voor het kijken naar de video's. Kijk, kleurplaat. We hebben een kleurplaat. Kijk, ik ben een kleurplaat. Hoi Don, ik ben een grote fan van je. Ik kijk altijd jouw filmpjes. En moet altijd lachen om jouw grapjes. Ik vind Rust en Hunger Games het leukst. Mijn ouders worden gek van mijn gelach om jou. Groetjes, Jim Schaap. Uit Zwijndrecht. Dankjewel Jim. En shout-out naar de ouders van Jim Schaap. Want er wordt gelachen. En het wordt gewaardeerd. En er wordt gewoon gek gemaakt geworden. Lachen. Dit is het moment waarop je moet lachen. Maar als ik het zo zeg maar in je gezicht forceer, dan is het niet meer grappig. Welkom in de realiteit van Don. Ik heb zo'n aapkaartje. En daar staat op. Best Don. Game meneer. Ik kijk al vanaf je begon met YouTube en zag je steeds beter in bent geworden. Ga ze door met YouTube. Groetjes, Casper Boer. Hashtag brief meneer. Tip voor video, een Q&A. Nou, die doe ik best regelmatig. Kijk gerust even in de playlist, want al druk je zeg maar in de beschrijving staat er vorige donderdag. En dan druk je erop en dan kom je in de playlist. En dan uiteindelijk kan je daar gewoon even koekeloeren of er zeg maar een Q&A'tje tussen zit. Want die zitten er gegarandeerd in. In ieder geval Casper, bedankt voor het kijken en bedankt voor je kaartje. Kijk, een getypt briefje met een tekening erbij. Ik weet niet waar die... Oh, dat is deal with it. Ik dacht al, maar dat deal heb je verkeerd geschreven, jongeman. Geen enkel probleem. Meer power KK en meer die, alles. Nou, je kan het zelf even gewoon even een momentje naar kijken. Oké, dat was het momentje. Beste Don, ik ben een hele grote fan. Toen ik hoorde dat er een postbus was, begon ik gelijk te typen. Ik en mijn vrienden kijken al je video's en moeten altijd lachen. Groetjes, Vincent, de schrijver van de brief, Luc en Jaap. PS, wie is de leider van de meeuwen? Antwoord, Guus Meeuwis. Ik zal je even laten zien waarom ik die grinnik op mijn smoel had. Nu moet Don lachen. Hahaha. Ha, ha. Ik ben een mail. Dankjewel. Ik heb hier gewoon een mooie tekening. Van Sam. Kijk, hoe heet ze het ook weer?
blablabla bla, bla, en huiver. Kijk en huiver. Leer en huiver. Ik weet het niet meer. Kijk gewoon. Kijk naar de tekening. Dat is gewoon alles wat ik kan zeggen. Dankjewel, Sam. Combinatie van brief en tekening. We beginnen met de tekening van Kevin voor Don. Het is een mail. Ja, die zag ik niet aankomen. Hey Don, ik kijk al je video's... Oh wacht, ik moet de klemtoon aan zetten. Ik kijk al je video's. Ik vind map van een kijker het leukst. En de Hunger Games vind ik ook heel leuk. Ga zo door. Groetjes uit Hengelo. Kijk, dat is mooi. Dankjewel Kevin. Ik heb hier een... Wat? Jij als mail. Dit is gewoon een mail met een chapsel. Wat is dit? Hij is geinig verzonnen. Dankjewel. Hoi Don, mijn naam is Sascha Wegkamp. Of Wijkamp. Volgens mij... Ja, ik weet niet of dat een G van hij is. Doet er eventjes niet aan toe. Of doet er niet toe. Daar werd ik laatst al op gecorrigeerd. K, ik ben een mail. Ik vind je video's super leuk. Vooral de Minecraft video's van Map van een Kijker. Vraag hoe oud ben jij? Ik hoop dat dit in een van je video's komt. K, ik ben een mail. Mam, stop ermee. Oh, op die manier. Ja, oké, dat zal ik zo direct laten zien. Ik ben 25 jaar oud. Dus bij deze beantwoord. Mop, wat is het verschil tussen een ui en een kop van een Duitser? Geen idee. Niks. Allebei om van te huilen. Oh, waarom doe je dat nou? Duitsers zijn prima mensen. Kijk, dat ze een foutje maken rond 1940. Betekent niet dat ze nu ook gelijk loodzakken zijn. In ieder geval, Sascha, dankjewel voor je brief. Eerlijk gezegd, ik ben best wel zeg maar een fanatiekeling over Duitsland. Ik bedoel, ik vind gewoon dat ze alles... Ze hebben hun shit in orde, laten we het zo zeggen. En daar heb ik respect voor. Ik heb respect voor mensen die hun shit in orde hebben. Ik heb een tekening. Van mijn moeder! Nee, was het maar zo. Kijk eens. Kijk, dat is mooi. Yo Donnerino, ik ben groot fan van je. En mijn vrienden ook. Zoals Rick, Jurre en... Tim, vooral de Sims en Rust en... Oké, kijk, zo werkt het niet. Bij een opsomming... Kijk, dit is gewoon even een tip, hè. Dan moet je niet zien als van... Oh, dat ben je slecht in Nederlands. Gewoon een tip die je kunt gebruiken naarmate je verder in het leven komt. Kijk, je hebt hier... je begint hier zeg maar met een opsomming, zoals Rick, Jurre en Tim. Nou, dat is prima, maar die komma hier, die hoeft niet. En dan ga je hier verder, vooral de Sims. Kijk, dus het begin van de opsomming. En dan heb je hier en Rust... Of komma en rust en komma map van de kijker. Dat zijn allemaal misplaatsingen. Die en, al die eerste n'tjes, die hoeven niet. Kijk, en bij die laatste moet er dan weer wel, maar die komma die moet dan weg. Dat is gewoon even een tipje van de sluier. Nee, gewoon een tipje voor je Nederlands. Gaat helemaal goed komen met jou. Eens even kijken, waar waren we? De Sims, rust, map van de kijker en FIFA. Dus daarom deze tekening. Hier is een mop. De ene slang zegt tegen de ander, zijn wij giftig? Dan zegt de ander, nee, hoezo? Zegt de ander weer, nou, ik heb net op mijn tong gebeten. Van Ad. Nou, Ad, dat zit geinig in elkaar. Dat is een geinig geintje. Ja, dat weet ik dus niet. Kan dat zo zijn? Dat zeg maar, als zeg maar, een slang zichzelf bijt en hij is giftig. Dat gift komt uiteindelijk via die tandjes naar binnen. Ik weet zeg maar niet... En daar heb ik ook niet zo goed genoeg in verdiept. Maar ik weet niet of ze zeg maar controle hebben over het gif wat ze spuwen. Dus dat ze kunnen bijten, maar dat er gewoon niks gebeurt als het ware. Dat ze controle hebben over het gif. Dat weet ik niet. Dus ik weet ook niet of ze zeg maar hunzelf kunnen vergiftigen. Bewijs van. Nou ja. Iets om over na te denken, iets om over op te zoeken. Ik heb hier een tekening van een mail. Van Don voor Don. Getekend door Guus. Van Don voor Don? I don't... Really? Er zijn zo weinig mensen die Don heten, dus... Geinig. Trouwens ook, Marco Royce, mailversie, dus mail Royce. Hoi Don, je bent een fucking grote baas die gewoon iedereen owns. Als je niet wint in de Hunger Games heb je voor mij eigenlijk al gewoon... Of al gewonnen. En de Sims om de drie zinnen maak je iedereen aan het lachen. En hopelijk ga je door tot het einde van de wereld. Als je dat zou lukken, wordt de Nederlandse bevolking een stuk leuker door jou. Ik ben je 77.000ste 594ste abonnee en heb maar twee keer een video gemist.
Bye bye. Groetjes, Guus. Nou, Guus, dankjewel. Alleen ja, hier, hopelijk ga je door tot het einde van de wereld. Dat is een aanname of een belofte die ik helaas niet kan maken. Het zit heel simpel in elkaar, dat zal ik je gewoon gelijk even duidelijk maken met het openertje die ik eventjes aanwijs. Ik stop eigenlijk wanneer ik gewoon zin heb om te stoppen. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Al heb ik geen zin meer, dan stop ik. En dat is een hele simpele antwoord op zeg maar hoe het is. En er is geen tijdsaanduiding bij, aangezien ik zelf ook nog niet weet wanneer dat is. Kijk, die is geinig. Die is heel geinig getekend. Die ziet er goed uit hoor. Ook die jongen die erop staat, die is erg knap. Oké, dat geintje moest gewoon even gemaakt worden, dat begrijp je wel hè. Beste Donnarino, ik kijk al pittig lang naar je video's. Ben ook een hele grote fan. Vooral de K, ik ben een meeuw. Daarom deze tekening. De Sims 4, Mark van de Kijker en FIFA vind ik het leukst. Ik wens je nog veel plezier in je leven verder. Groetjes, Emma. Speciaal voor Devony, nog een hele geinige tekening erbij. Emma, dankjewel. Dit is een collage van tekst en tekeningen en meuk. Ik zal het je wel gewoon even laten zien, dan kan je net zo het ervaren als ik. Oké, nu je het even hebt ervaren, dan staat er ook een tekstje bij. Beste Don, dit is mijn... Is dat een KU? Ik weet het niet. Sorry, mijn K. Ik ben een Finn Lucas. Probeer dat eens in één keer uit te spreken. K, ik ben een Finn Lucas. Finn Lucas? Zeg ik de klemtoon wel goed? Ik weet het niet. Groetjes uit Breda. Ik ben 10/11. Ligt er aan wanneer je het leest. Ik gok dat jij 11 bent inmiddels. Ik zie je naam er niet bij staan. Maar dankjewel. Een heel klein briefje hebben wij hier. Oh, dit is een... Ja, hoe zeg ik dit? De Big Bang Theory geintje. Hey Don, wil jij het woord Bazinga zeggen met een grappige stem? Wij groeten uw broeder Sas en Vit. Nou, Bazinga met een grappig stemmetje. En nu word ik even op de spot gezet hoor. Bazinga! Ik vond hem leuk zat. Je doet het ermee. Dat is het grappige stemmetje wat ik kan opzetten. Kijk, een hele mooie tekening van Brenda. Ziet er goed uit hoor, dankjewel. Maar er zit ook nog een lapje met tekst bij. Hoi Don, ik Brenda ben groot fan van jou. Ik kijk al je video's, vooral de Sims 4 vind ik leuk. Ik wil je ooit ontmoeten, maar ik kan niet naar de Dutch YouTube Gathering. Ik wacht elke dag om 8 uur tot jouw video online komt. Want ik haat GTST, dat kijkt mijn moeder, en ik kijk dan jouw video. Ik weet nu niks meer, dus dit is het einde. Groetjes Brenda, 11 jaar, op 16 april 12 jaar, dus nu ben ik 12. PS, wil je een shout-out doen naar Rianne? BD's. PPS, ik gebruik vaak ik. Dat maakt niet uit. Mop, ik heb niks tegen homoseksuelen. Dat zegt ze nu alvast. Waarom weet een homo veel van kleding? Hij heeft jaren in de kast gezeten. Kijk, dat zijn die leuke geintjes. Ik vond hem leuk hoor. Het was zodanig leuk dat gewoon, ik moest even weg. Ik moest gewoon even weg. Brenda, dankjewel. Oeh, wat? Hey, for real? Dat is een tissue. Waarom? Oké, er zal vast een verklaring hierbij staan. Dit is in ieder geval van Merlijn. Is dit een tekeningetje? Dankjewel. Maar er staat hier nog meer bij. Dit zijn nog die twee zakdoekjes van een oude Q&A. Ik snap even de referentie niet, maar... Ik bedoel, als het zeg maar hierop al een oude Q&A was... En ik heb er nog langer over gedaan om deze shit te openen. Bokout. Misschien heeft het met deze Q&A te maken. Maar dat weet ik niet zeker. Het zou kunnen. Ik weet niet of je die referentie bedoelt. In ieder geval, dat was de post voor deze keer. Wil jij toevallig ook post naar mij sturen? Dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een geinige video? Beloon het dan zeer zeker met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Donderdag. Doei doei!